voor de 5 VWO Nova. Zijn we bij de elektromagnetische straling en materie. En bij experiment 4 kijken we naar de emissiespectra van verschillende lichtbronnen. En dat moet dan normaal met een traliebril, maar we gebruiken gewoon een spectroscoop. Ik heb bij een spectroscoop, als je daar doorheen kijkt, kijk, de zon ligt, dus dan zie je het volledige spectrum. Kijk je nou naar het TL-buis. Dit is een TL-lamp. Even kijken, dan ziet dat er anders uit. Moet ik me dat goed laten zien? Zie je allemaal strepen meer? Nee, je ziet niet allerlei streepjes. Het is niet een volledig spectrum. En nu kan het mooi zien. En we hadden dus net het spectrum van buiten. Het is meer aan elkaar gesloten. We hebben ook een gele vlam. Het ziet er redelijk aaneengesloten uit. En als we nou of die gele vlam een blauwe vlam maken, oftewel meer lucht toevoegen. Dan zie je ook meer dat het minder dicht spectrum is. Met veel meer zwarte strepen tussen en je ziet dat blauw wat sterker is. De blauw zit een beetje aan de rechterkant. Oppassen dat je spectrometer natuurlijk niet in de vlam houdt. En we hebben ook nog gasontladingsbuizen. Dat zit dan hierin. Het heeft een beetje paarse kleur. Dat heeft ook een ander spectrum. En vooral de paarse kleur helemaal rechts. Het spectrum kan je zien met blote oog. Ik weet niet, door de camera is het weer moeilijker te zien. En rood kan je ook duidelijk zien. De lijnen zijn vrij smal. Ja, daar komt ie. Ik heb wel zo eventjes. Moet ik hem goed richten. Maar ja, in de camera kan je het minder goed zien. Je moet gewoon zelf door zijn spectroscoop kijken. Dan zie je veel meer verschillen. We hebben nog meer van die gasontladingsbuizen. En die kan zo het geval open trekken. En dan even kijken of mij dat lukt. Hoppa. Dit was waterstof. Dat was die oud. Dat was die paarse. En dan hebben we ook nog argon. Dat heeft waarschijnlijk een ander kleurtje. Ik had net deze spectroscoop gebruikt. Dan moet je hier doorheen kijken. En dan komt het licht binnen via dit hele smalle spleetje. Maar je hebt nog een andere. En dan denk je dat je hier doorheen moet kijken, maar je moet juist
door die grote licht kijken. Los plaatje. En dan komt het licht hierdoor binnen. En dan komt het dus makkelijker binnen. Maar, en als je dan naar zo'n gasontladingsbuis kijkt, moet je dus zo kijken. En dan komt het hierdoor naar binnen. En bij die andere spectroscoop moet je zo kijken. Door die grote. Net had ik een probleem dat hij geen contact maakte, maar dat heeft te maken, dit is allemaal hoogspanning, dus moet deze klep dicht zitten. En als ik hem nu aanzet, doet hij het wel. Het is dan waterstof. En als je dan hier doorheen kijkt, en uiteindelijk krijg je dan dit waterstofspectrum wat ook in het boek staat. Namelijk, hier zo zie je hier een blauwe, je ziet hier een groene en je ziet hier een rode piek in dat spectrum. Dat is kenmerkend voor waterstof. En als je bijvoorbeeld bij de zon kijkt, die heeft een doorlopend spectrum, maar omdat er waterstof in zit. En waterstof neemt dan van dat totale spectrum bij H, F en bij de hoofdletter F en de hoofdletter C, die groene en die rode, neemt hij dan duidelijk neemt hij die energie op en dan krijg je dus hier een zwarte streep. Dan moet ik, ja, als je hier doorheen, zelf er doorheen kijkt, kan je heel duidelijk de groene en de rode is dan veel feller in het spectrum. En dat klopt ook. Dat is deze rode. En dat is deze groene. Bij C en bij F. Nou, dat is bijna niet te zien. Dan moet je echt met blote ogen kijken. Dat kan je niet door de camera laten zien. Maar we hebben nog meer van die spectraalbuizen of gasontladingsbuizen. Die gaan we nu even inzetten. Eerst de hoofdschakelaar uit en voor de veiligheid ook nog eventjes deze stekker eruit. En dan kan je hem hier zo indrukken en zo losmaken. Kijk, als je hem nu stekker dan in zou steken en je doet hem aan, dan doet hij het niet, omdat hij dus niet is dichtgeklapt. Weer wat geleerd. Nu moeten we even de buis vervangen. Nou, er staat nu geen stroom op. Oeh, het is wel vrij warm, dat ding. Nou, even de tuinhandschoenen gebruiken, kijken of dat werkt. Ja, de argon is natuurlijk wel koud, die kan ik gewoon met mijn blote handen pakken. Oh nee, het is wat anders, het is N2, het is stikstof. Dichtklikken. Nee, gaat hier vaak op eruit. Zo. Zie je, stikstof heeft weer een ander kleurtje. En ook weer een ander spectrum. En op dezelfde manier kan je dus ook zuurstof, zoals een lange buis met zuurstof, gas, vrij hel, met neon en met argon erin zetten.
hier een voorbeeld van de gasontladingslamp met O2 zuurstof. En dan kreeg ik weer een ander spectrum dat je dan hier doorheen zou moeten zien. Als je dan wat in je binas kijkt, dan zie je een continu spectrum van een gloeiend voorwerp. Dat zit helemaal. Dat gaat van rood over naar blauw-violet. En nummer 2 is de zonnespectrum met de Fraunhoferlijnen. Dat zijn al die zwarte strepen, omdat er allemaal gassen in zitten die dus licht absorberen. Hier heb je waterstof met de rode streep en de blauwe streep. En dat zie je dan hier ook bij die Fraunhoferlijnen weer terug. En ja, zo heb je meer van die spectra. Voor helium, voor natrium, kalium. Natrium van de natriumlamp, dat is natuurlijk voornamelijk oranje. Kalium. Kaliumlamp ziet er een beetje paars uit. En dan heb je nog meer de metalen. En zoiets staat ook in je boek. Dit is ook het spectrum van de zon. Pagina 117 bij elektromagnetische straling in materie. En dan zie je ook hier bij waterstof paarse, groene en de rode spectrum. Alleen in je boek is het precies andersom ten opzichte van hier. Want hier heb je paars en hier is de zon. Hier heb je paars en dat staat hier. Dus eigenlijk moet je het boek omdraaien. Ja, als je het boek dan omdraait, dan zie je dat voor waterstof heb je de rode streep en de blauwe streep. Dat zit dan hier in je binas tabel 20 spectraal plaat. Dan zie je hier de rode streep en hier de blauwe streep. En nog planten kleine streepjes erbij. Dit is dan argon, de argonlamp, gasontladingslamp. En als je daarin kijkt, kijk of je er veel door ziet. Nee. Om het te zien. Maar daarvan staat helaas geen emissiespectrum in je binas. Ten slotte hebben we de neonlamp, bekend van de neonreclame. En als je dan door het spectrum kijkt, zie je rood en oranje vrij sterk. Ik weet niet of dat ook zo te zien is. Ja, dat is wel even te zien. Heel duidelijk zien van oranje in het spectrum en rood. Dat kan je best met blote oog zien.